ايه وهد ابراهيم واي واي ايه اخت مالو واي واي بوسي في بيتاج واي واي اكتي في تاج واي واي نخيتي في تاج واي واي خين تاج فور واي واي الوي خنور واي واي برايم فلو Jawel, jawel, Sander. Jawel, jawel mensen, hier zijn we weer. Ja, we zitten hier mensen in Rotterdam, hier zo bij Sport 2000. Wie komt er vandaag kijken? Wie? Wahid. Ja, Wahid en wie nog meer? Jermaine. Jermaine en wie nog meer? Rizella. Wat? Hey, geen Rizella, man. Hij speelt bij Feyenoord en hij is aanvoerder. Wie is dat? Dat is... Nathan Rutjes. Geen Nathan Rutjes. Die speelt bij Roda. Hè? Wie? Zeg maar wie. Amina. Karim. Al. Nee, Almadi. Amali. Ja, Karim Almadi. Ja, die komt hier en hebben een signeersessie. In ieder geval belooft een topdag te worden. We gaan even kijken. Ze zijn al bezig hier zo. Moet je eens kijken. We gaan eens even kijken. Loop eens even mee. Maries, alles goed? Rustig, man. Hey Jermaine, even serieus, waar is je baard? Waar is eraf, vriend? Ik ben hoezo? Ik ben wel jonger, hè? Huh? Ik was klaar met die baard, man. Echt? Jermaine, die doos hoefde jij niet te halen, doe maar. Begon niet te jeuken? Hij gaat direct naar de doos ophalen, hij wil weg. Wie is deze? Ja, dan moet je dus niet aan zitten als je niet weet van wie die is. Nee, is okay. Alles goed, Wahid? Gaat goed, jongen. Lekker, man. Je ziet er strak uit, vriend. Oh, je neemt alles op. Ja, natuurlijk. Casual, jongen. Ja. Het is een sportdag. Of niet? Wat belooft vandaag topdag te worden? Absoluut. Klasse, jongen. Laten we hopen. Klasse. Ik zweer, jullie staan erbij alsof het de zaken van jullie ouders zijn. Toevallig is mijn vader hier de eigenaar van, jongen. We gaan even kijken waar deze mensen zijn. Kom, Bilo. Goeiedag allemaal. Goeiedag. Strijders. Alles goed? Je ziet er wel verdacht uit met die muts. Het is verdacht een beetje met die muts. Hè? Nee, er wordt eruit geknipt, geen zorgen, jongen. Ga liggen, lekker. Wat ben je aan het doen? Hè? Maar alles gaat goed, de strijders? Nee. Ja? Het zijn aardig wat, hè? Ja, vriend. Normaal moeten wij dit in ons eentje doen, met z'n tweeën. Ja. Oh, Maurice, jij gaat kijken met opgestroopt mouwen. Ja, je hebt werkpaden, je hebt luxe paarden. Mike, een beetje zin in, jongen? Tuurlijk. Ja? Zenuwachtig? Nee, ja, niet echt. Nee? Nee? Ik zie het allemaal wel, jongen. Ja. Maar als die... Oh, toevallig, hey, Karim. Ja. Ja, Rien, je strooi. Ja. Ja, je bent nou normaal, hè? Ja. Ja, het begint een beetje op te lijken. Of niet? Ja, zeker. Vind je het mooi of niet? Ja, wel, man. Ja? Hey, je kunt hier. De mensen gekke dingen gaat lopen doen. Ja. Maar als het niet geval is, blijf rustig. Dat is deze man aan het doen dan, hè? Ja, Jermaine is wel even groot, ja. Wat is dat? Brian! Die ook mensen zijn. Het is kijk uit! Ja, Holle, mijn camera is bijna weg. Ja, Holle. Heb je al verteld aan de mensen? Wat dan? Dat je camera bij Feyenoord op laat vallen. Nee, niet laten vallen. Ik weet het niet, maar hij doet het net nog volgens mij. Ja, man. Ik heb moeite met inzoomen. Zo, so, joh, hij pakt het gelijk zo hard vast, moet je kijken. En Bram, van dichtbij zijn we niet de knapste, dus ik weet niet. Ik zeg je heel eerlijk. Als we moeten maken een keuze tussen jou of mij, vind ik mezelf wel iets knapper. Hè? Arno, wat zeg jij? Ik kies voor mezelf. Maar Arno, wie is jouw begeleider? Fahid, kijk even serieus, man. Laat ze, ja, man. Kijk je? Ja, en Jermaine dan? Oh, wacht. Deze man, man. Hij maakt ook een grap over klein ben, maar kijk naar hem. Ja, dat zeg je tegen mij. Hij heeft echt lef. Ik wist wel wat ik met kinderen zou gaan doen. Niet dat ik gelijk op een schoolplein staan, zeg maar. Zoenen? Ja. Ja, wie is dat? Dat is? Ja, dat is, hoe heet hij?
Karim. Karim, ja man. Ja, dat is hem. Ja, vriend. Ja, is goed. Dat meen je niet. Ja. Maar wat gebeurt er nou als je in de stad komt? Wat zeg je? Wat gebeurt er als je in de stad komt? Ja, soms als het voor hij is. Roy, je komt door de eigenaar. Nee, maar welkom, jongen. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Leuk te zien. De eerste keer dat je bent, toch? Oké, Karim. Hey. Je gaat hem nu echt gewoon. Ja, man. Je gaat hem nu live meemaken, vriend. Je gaat hem zien voor het eerst, toch? De bal. Ja. Ja, mooi, man. Ja, serieus? Ja, ik vind het echt top, man. Wat doet het met je als je zo je eigen Karim bal hebt? Ja, is mooi, man. Dat is toch kippenvel, man. Ja, hè? Ja, ja, mooi, man. Goed geregeld. Dankjewel, man. Dit zijn de motoren van, bedankt, van de stichting. Met de ster zo. Ja, dat is echt de beste. Omdat ik wel eens een paar van die samples gezien of klopt. Zo. Ja. Je hebt uitkijken en je hebt het ook ingewerkt bij die. Ja. Kaja, mooi man. Ja, mooi man. Dit dus past wel bij interieur, Thijs. Ja, dat is hè? Slijp, ben benieuwd. Hey, hartstikke bedankt, man. Dat is heel goed. Alsjeblieft, jongen. Dankjewel. Kijk eens, we hebben hier een blij jongen. Ik heb ook even een foto gemaakt. Heb je een bal? Van wie? Van Karim? Ja. Mag ik een high five? Heel veel plezier, hè? Zo gaat dat gewoon. Maar Karim. Ja, toch? Deze man die loopt gewoon stage bij ons. Ja. En hij schaft er gewoon 20 aan, hè? Ja, maar thanks voor de respect. Dat is toch niet normaal? Gaat goed, man. En ben je blij met je bal? Ja, man. Ja. Hij moet nog wel ondertekend worden, man. Ja. Moet hij nog ondertekend worden? Ja, man. Ik heb ook shirtje bij me. Dus... Nee, joh. Ja, man. Maar eerlijk. Ja. Is het voor je broertje? Ja? Is het voor je broertje? Deze bal van mijn shirtje, je weet het, op de huiskamer, je weet het. Standaard. Strijder, man. Ja, elk kind een bal, kijk eens. Hè? Elke kind een bal. Oh, ja. Ik heb geen kinderen, maar dat wil zeggen, elke kind moet een bal krijgen. Ja. Alleen maar om thuis te zitten. Nee, nee. Spelen. Absoluut, absoluut. Bewegen. Succes. Dankjewel. Heb je al een gesigneerde bal? En hoe voelt dat? Leuk. Ja? Ben je er blij mee? Ja. Kijk, dat doe je goed. High five. Succes, hè? Heb jij Bilal gezien? Hij is beneden. Heb jij Bilal gezien? Nee. Heb jij Bilal gezien? Je vraagt al 3 keer aan me. Ja, je moet zeg maar, als mensen vloggen en zo, dan moet je zeggen nee, ik weet het niet. Ik weet wel, hij is beneden. Kijk, Bilal. Ja? Wat is die jongen nou aan het doen? Iedereen is om Karim Almadi heen. En wat zijn jullie aan het doen? Ja. Het werk gaat gewoon door, hè? Ja, respect. Het gaat gewoon door. Ja, diep en diep respect. Ja. Succes. Dankjewel. Heb je het niet door? Karim Almadi is hier. Nee, joh. Oh, jij bent van de mensen die als eerste een exclusieve... Ja, mensen. Hoe heet je? Owen. Waarom vind jij een bal zo belangrijk? Zonder een bal kan je niet voetballen. Hé, Bilal, niet te hard, hè? Is te hard. Hij moet iets, je moet even opletten dat. Ja, hij moet een stuk zachter. Oké. Lekker man, goed bezig.
Karim, ik geef deze man niet graag complimenten. Maar vertel eens even wat je doet. Ik ben een jong ondernemer, ik kan deze komt van mijn kantoor. En hij loopt ook nog stage gewoon bij ons, hij studeert ook nog daarnaast, hè? Dus ja toch? Alleen maar liefde. Alles goed, strijders? Ja toch? Let's go naar Eethuis Marrakesh. Je moet daar komen eten. Iedereen gaat richting Karim. En deze man vindt het gewoon helemaal geweldig om met de trui. Ja, stil moeten zijn. Dus de dochter laat aan papa zien hoe je telefoon werkt, hè? Ja. Tegenwoordig gaat het zo. Zo. Ja, ze zijn eens op de film, hè? Maar eerlijk, ga je hem dan bewaren of ga je ermee spelen? Ik ga hem bewaren. Ja? Dus je gaat er niet mee spelen? Dat loopt hij hierbij, hè? Papa? Mama? Dat doet hij ook echt niet. Oké. High five, man. Succes. Dit is voor een kleine bedankje voor jullie als stagiaires van Serieus? Kleinigheidje. Speciaal voor jullie. We moeten zelf maar aan Karim vragen of ik je woon ben. Dat mag zeker. Dus. Maar even serieus. Dus wij hier bedanken ze gewoon door een bal te kopen. Van de stichting waar je zelf in zit. Met deze jongens. Maar waarom verdienen zij een bal? Omdat zij loyaal zijn. Dat is basis 1. En flexibel. En ja, de afspraken die we maken zijn ze altijd nagekomen. Voorbeeldige studenten. Dus, Gruwelijk man. Gaan we even Karim erbij vragen. Ja toch? Jij regelt het Karim zelf. Wat doe je? Nee. Ja, natuurlijk. Je blijft erbij, man. We gaan samen. Ja, wacht even. Jij durft het gesprek niet te storen. Dat is niet netjes toch? Ja, maar je moet altijd politiek moet je correct. Ja? Ja, tuurlijk. Kan je, mag je storen? Ja, tuurlijk. Ja. Okay. Oh ja, ik vergeet het wel. Soldaat. Dit zijn onze stagiaires. Vertel maar eigenlijk. Ik heb ze een bal gegeven omdat ze vielen onder mij. En die zeggen dat ik een begeleiding heb. Ja, ja. En ze komen uit Rotterdam. Okay, een groot fan van jou. Ja. Thanks man, bedankt dat jullie veel plezier met de bal. Komt goed. Ja toch, sowieso man. En ze willen volgens mij wel een foto. Een foto voor jullie maken. Hij is altijd rustig, maar deze man praat zoveel normaal gesproken. Yes, top. Sorry, man. Even serieus. Deze man is dus de hele dag nog steeds met kleding bezig. Hey. Hey. Ieder zijn ding, hè? Ja, gelijk. Het belangrijkste. Nog een beetje lachen, hè? Maar wie is er nou blijer, de papa of de kinderen? Kinderen. Ja, maar niet. Wat ga je heen? Wat ga je doen? Hallo, wat ga je doen? Hallo, waar ga je heen? Hallo. Het is altijd fijn om niet te ontbijten. Maar stijgt de spanning nu een beetje? Ja. Echt waar? Hoe voelt dat nu Karim gaat spreken? Nee. Echt? Hallo jongens, alles goed? Ja. Ja? Hey jongens. Een handtekening erop zetten? Ja. Maar jij kent iemand? Ja, dat klopt. Huh? Rotterdam zijn we toch? Hij komt dat wel vaak voor, ja. Hij is gestopt, hè? Ja? Zullen we gewoon beginnen? Ja, toch? Hij draait al een tijdje. Ja? Wacht op jou, vriend. Oké, hey mensen, sowieso. Wil je nog zo'n bal verdienen? Dan moeten ze... Wat moeten ze eigenlijk doen? Wat moeten ze eigenlijk doen? Ja. Dan moeten ze jou connecten. Jij bent de baas, toch? Nou, als je nog ballen wil, zijn er genoeg over. Dus snel reageren, kom ze snel halen. Ja, toch? Dus sowieso, lees even op de comment waar je hem kan halen. En... Ga je hem nog wel signeren? Tuurlijk, ik heb ze allemaal gesigneerd, dus ze liggen klaar voor jullie. Top man. Jawel, we zijn er. Jawel, mensen. Ja, we zijn er. Ja toch? Hé, hey, hoe was het Karim? Ja, was top man. Ja? Ik heb een goede dag gehad met jullie. Bedankt allemaal. Ja toch? En groetjes. Mensen, vonden jullie dit? Top. Zeker, ja toch? Zeker, lief. Hey. Zeker.
de zesde man aan het doen. Kom. Hey. Want wij zijn hij wil eten. Wij zijn echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar? Liefde. En wij zeggen altijd. We zeggen tijd. Alleen maar liefde. Aardig redje. Why why? You had Ibrahim, why why? You had Bilal, you had Ibrahim, why why? You had Bilal, you had Ibrahim, why why? You echt een man, why why? Positiviteit, why why? Activiteit, why why? Negativiteit, why why? Geen tijd voor, why why? In wegen door, why why? Brain flow.